Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond, mijn naam is Huub en dit is het weekoverzicht. Het was een zware bevalling, maar de rechter heeft bepaald... ploegendienst mag dit weekend plaatsvinden op de Gallische Meren. De een zegt dat er van alles fout is gegaan in de evenementenaanvraag. De ander zegt dat alles in kannen en kruiken is. Wij vroegen wethouder Daan Kwaars om zijn reactie op deze kwestie... en spraken met twee heren van de West-Brabantse Vogelwerkgroep. De organisatie van het festival Ploegendienst heeft eerder deze week al aangegeven... niet te veel aandacht te willen besteden aan alle geruchten en beschuldigingen... en hebben dus ook niet voor onze camera gereageerd. Nou, de bedoeling is dat er aanstaande zaterdag een festival plaatsvindt met heel veel geluid. En het is nu het broedseizoen en broedende vogels hebben last van verstoring bij heel erg hoge geluidsbelasting. Waar de discussie over gaat, zeg maar, is dat er een voorlopige voorziening was aangevraagd. Dat de natuurplein betrokken is bij die discussie. Dat de vogelwerkgroep betrokken is bij die discussie. Dat er meerdere partijen betrokken zijn bij die discussie. En dat er inmiddels, zeg maar, een uitspraak is. De uitspraak is dat de rechter heeft gezegd, luister, het festival ploegendienst mag doorgaan. Dus de voorlopige voorziening die is afgewezen. We wijken wel af van het beleid. Dat is inderdaad wel aangegeven door de rechter. Maar, zegt de rechter, dat doen ze op basis van deugdelijke ecologische rapporten. Jullie hebben afgelopen week een gesprek gehad met de wethouder Daan Kwaars van evenementen. Hoe is dat verlopen? Op zich, ik was daar niet bij. Ik heb dus afgelopen donderdagavond laat heb ik de wethouder anderhalf uur gesproken. We zijn er niet helemaal aan uitgekomen, want de vergunningen kloppen gewoon niet. Als we nu kijken naar de toekomst, want dit zou dan de laatste keer zijn dat het festival in het broedseizoen plaatsvindt. Hoe gaat dat dan volgend jaar? Nou ja, dat vind ik wel een goede vraag. Hè. Die past ook echt in de evaluatie van het evenementenbeleid. We hebben dat gesprek inderdaad gevoerd met Natuurpleinen, over nou, hoe staan we erin. Ik denk dat we op het moment dat het festival geweest is, maar met z'n allen moeten evalueren. Sterker nog, dat heb ik beloofd om daar zelf bij betrokken te zijn. Dus die afspraak staat al een maand na dit evenement. Dus over 4 weken zie ik alle partijen om met elkaar te praten over hoe gaan we nu verder. En ik denk dat dat het juiste moment is om elkaar aan te kijken en te kijken, nou, hoe gaan we ermee om. Chassé Cinema is weer geopend, vernieuwd en wel. Het filmhuis van Breda opende afgelopen weekend opnieuw haar deuren en de opkomst was groot. Onze verslaggever Sam ging langs om een kijkje te nemen. Vandaag natuurlijk bij de feestelijke heropening van Chassé Cinema. Wat vindt u er allemaal van? Ik vind het prachtig en je ziet ook dat het in Breda ook wel heel geliefd is, film. En ik ben zelf een echte filmliefhebber. Vorige week ben ik 3 keer geweest, deze week ben ik al 2 keer geweest. Het is gewoon een hele aardige, mooie ontspanning en je wordt er ook rijker door, omdat het toch de betere films zijn die gedraaid worden. Het zijn vaak toch films die je aanzetten tot nadenken. Ja, inderdaad. En wat voelt u nou van, er is natuurlijk een nieuwe geluidsinstallatie. Merkt u dat? Ja, dat merk je zeker. Gisteren was bijvoorbeeld een film waarin veel gezongen werd, Country. Ja, en dan merk je dat echt, hoor. Echt fantastisch geluid kwam eruit. Je kunt een heel goed aanbod van films. Je kunt overdag gaan, wat hartstikke fijn is. Ik over het algemeen, ja, ik kom hier heel erg graag naartoe. 12 uur lang opgesloten zitten in een kooi met enkel een bed. Deze Bredanaars deden het. Ze deden het voor Free a Girl. Een organisatie die zich inzet om kinderprostitutie tegen te gaan. Free a Girl, dat heeft mij heel erg geraakt. Om gewoon de wetenschap wat er gebeurt met die kleine meisjes in verre landen. Maar ook in Nederland als we het hebben over loverboys. Ik heb gezegd, ja, dit kan gewoon niet. Ik moet daar iets voor doen. Dus ik heb gezegd, ik wil iets voor jullie doen. Dus vorig jaar heb ik me op laten sluiten zelf in Amsterdam. En van het een kwam het ander. En nu hebben ze gevraagd, wil je dat in Breda organiseren? En ik heb gezegd, ja, gaan we gewoon doen. En zo zijn we begonnen. En tot nu toe ben ik ontzettend blij met hoe het loopt. En de reacties die we krijgen. Het gaat eigenlijk over meisjes die met name in India en Bangladesh vastzitten in een hok van 2 bij 1 meter. Vaak zitten ze nog vastgebonden met een handboei. En zitten ze daar gewoon heel de dag in, moeten ze hun behoeftes doen ze daar ook in. Ze krijgen daar een bord met rijst binnen gegooid. En ze worden gewoon 10 tot 15 keer per dag worden ze daar misbruikt.
En Free Your Girl die verzamelt geld in om meisjes op te leiden, om te scouten zeg maar, bij de grens. Dat de meisjes die binnenkomen daar, seksslavinnen worden, zeg maar. Weet je wat, snap je wat ik bedoel? Dus dat ze daar de mensen binnengehaald worden. En ze leiden mensen op. Ze bevrijden kinderen uit de prostitutie. Ze leiden andere kinderen op die ze willen. Tot advocaten, tot juristen. Om de pooiers en de mensenhandelaren aan te klagen en te veroordelen. Want daar schort het ook nog vaak aan. En ze hebben inmiddels al duizenden kinderen bevrijd. Er zijn meisjes soms van 8 jaar en jonger zelfs. Die dan vastzitten in zo'n hok. Dus dat is te belachelijk om over te praten eigenlijk. En hou je het nog een beetje vol hier? Ja, nee, is geen probleem. Nee, als je in je achterhoofd houdt dat die meisjes zeg maar jarenlang opgesloten zitten, dan is dit, ik vind het appeltje eitje. Het duurt nog even voordat Breda Barst daadwerkelijk plaats gaat vinden, maar afgelopen weekend vond alweer de kick-off plaats van Breda Barst in Café Bel Air. 5 bands namen het op tegen elkaar en de winnaar mag daadwerkelijk op het festival spelen. 2 bands zijn gekozen via een telling op Facebook. Er konden een aantal bands hebben daar laten passeren en daar konden mensen op stemmen. Daar is goed op gestemd, moet ik zeggen. En de andere 3 bands die zijn in samenwerking met POB gekozen. En zodoende kwamen er 5 bands. Er is plek voor 2 bands die doorgaan. Beide dagen gaat er 1 band op het hoofdpodium spelen. En dus van de 5 bands vallen er 3 af en gaan er 2 door. En dan wordt dat gejureerd door een vakjury, mag ik wel zeggen, en dan ook door het publiek? Jawel, er gaat inderdaad een vakkundige jury die gaat zich buigen over 1 naam. En het publiek die mag stembiljetten invullen eind van de avond. En die kiezen daarmee de 2e band. En de eerste band die op Breda Barst gaat spelen is Johnny Jester. De band die als 2e gaat spelen op Breda Barst 2019 is Recentelijk zijn er heel veel boetes uitgedeeld aan mensen die op een telefoon zaten achter het stuur. Heel gevaarlijk en volkomen terecht als je het aan mij vraagt. Maar wat vindt de Bredanaar? Nee, dat doe ik niet. Het ligt wel naast me op de zitting, maar ik spreek niet in. Ik kijk dan wel even wie het is, maar meer niet. Dus... Waarom niet? Nou, omdat ik gewoon weet dat het gevaarlijk is. En u? Ik doe het niet. Ik heb de telefoon in mijn tas zitten en als ik hem hoor, ja, dat is dan jammer. Ik antwoord niet. Ook niet op de fiets, nooit achter het stuur. Nee, eigenlijk niet. Voordat ik ga rijden, stel ik mijn navigatie in en dan klik ik hem vast op mijn dashboard en dan ga ik rijden. En als ik gebeld word, dan neem ik gewoon niet op. Het is gewoon te gevaarlijk. Je kan afgeleid worden, er kunnen ongelukken gebeuren. En het is goed dat die boetes nu zo hoog zijn, mogen nog wel hoger. Dus ik gebruik het niet, nee. Toch veel mensen gebruiken hem wel, heel veel mensen beboet. Wat vindt u daar nou eigenlijk van? Ik ben niet zo'n telefoonpersoon, dus ik gebruik hem ook niet vaak. Maar ik denk niet dat het echt verantwoord is, want er gebeuren wel veel ongelukken door. Ik vind het wel terecht. Het kan gewoon niet. Je maakt ongelukken in het verkeer. Voor anderen ben je in gevaar op de weg. Nee, ik heb daar echt een hekel aan. Wat vind je daar nou van? Eigenlijk zoveel mensen nog steeds een telefoon gebruiken achter het stuur. Ik vind dat het terecht is inderdaad dat er beboet wordt, omdat het een gevaarlijke situatie oplevert. Dus mensen zijn niet met hun hoofd bij het verkeer op dat moment, maar met andere dingen bezig en dat kan eigenlijk niet. Het leven is gevaarlijk natuurlijk. Zo is het maar net, ja. En tegenwoordig worden echt heel veel mensen beboet op het telefoongebruik achter het stuur. Heel veel mensen doen het dus alsnog. Wat vindt u daarvan? Terecht, ja. Je moet gewoon niet doen. Het is echt onveilig. Niemand kan het hoor. Het is echt... Bellen en rijden of appen en rijden, niemand kan het. Jeugdcentrum Galaxy is opgeknapt en wel door studenten van Avans. De feestelijke heropening vond plaats op 22 mei en er waren allerlei leuke activiteiten te doen. We
hebben samen met de groep studenten, met hulp van NL Doet, hebben wij de Galaxy opgeknapt. En we willen eigenlijk vandaag alle jongere buurtgenoten uitnodigen om te laten zien hoe dat is gelukt. En daar hebben we verschillende activiteiten voor buiten neergezet en ook binnen en achter op het sportveldje. We hebben eigenlijk alles in de verf gezet, want het is eigenlijk niet zulke mooie kleuren. We hebben nu alles gewoon wit en strak gemaakt, een beetje een meer uitnodigende uitstraling. We hebben hele grote spiegels neergezet, zodat we een beetje een soort dansactiviteit kunnen doen. Er staat een badminton setje, er is een lounge gemaakt, dus het is eigenlijk, het ziet er allemaal veel leuker uit. Het is meer uitnodigend. Ja, als die open is, dan zijn we hier vaak met vrienden elke dag zo'n beetje. Wij werken in Breda. Volgens vier verschillende pijlers noemen wij dat. Dus we hebben vier verschillende aandachtspunten. We vinden het belangrijk om aanspreekpunt te zijn in de wijk voor jongeren tussen de 10 en 23 jaar. We vinden het belangrijk om hen te helpen met talentontwikkeling. En om hen individuele begeleiding te geven waar ze dat nodig hebben. Dus waar het eigenlijk om gaat, is dat we jongeren een zo kansrijk mogelijke omgeving willen bieden. Oké, en hoe bieden jullie dat zo aan? Nou, wij kijken heel erg naar wat jongeren op dat moment, waar ze zelf behoefte aan hebben. Dus we kijken waar zijn ze goed in en wat willen ze zelf nog graag ontwikkelen. En dan helpen we ze om dat te realiseren, bijvoorbeeld door een activiteit te organiseren met hen in de wijk. Door hen zoveel mogelijk in ieder geval zelf een rol te geven in hun eigen wijk. Zodat ze echt, als ik iets organiseer, dat is allemaal leuk, daar heb ik ervaring mee. Maar als zij het organiseren, of zij daar nou net zo snel doen of zij doen daar 10 keer zo lang over, voor hen is dat een hele prestatie. En dat is voor mij het belangrijkste. Afgelopen donderdag vond al iets heel bijzonders plaats bij de McDonald's in het centrum. De bovenverdieping werd namelijk omgetoverd tot een heuse silent disco. Nou, ben je nou benieuwd hoe dat eraan toe gaat? Sam ook, en die ging langs. Wij kregen een aantal weken geleden terug de vraag vanuit een aantal dames met een schoolproject of wij interesse hadden om mee te doen aan een silent disco hier in de McDonald's. Nou ja, verzoek van ook hoe het is verlopen in Tilburg, vonden wij dat ook eigenlijk een mooie uitdaging voor ons. Nou ja, en gingen we ook eigenlijk hier de uitdaging aan om een groot succesvol project weg te zetten met hun. En jullie hebben vanavond eigenlijk georganiseerd, net als in Tilburg. Wat verwachten jullie nou van vanavond? Ja, eigenlijk zoals in Tilburg. We verwachten heel veel feest, mensen zijn al aan het zingen, aan het dansen. Zometeen moeten de hamburgers nog de toko in. Ik denk dat het dan één ziek vet feest is. Je bent natuurlijk helemaal in de mood. Ja. Waar komt dit pakje nou vandaan? Ja, dit is handgemaakt. Dat is maar eentje van in de wereld. Ik moet zeggen dat we vanavond een klein primeurtje hebben. Mag ik dat al erin klappen? Ja, dan mag je erin klappen. Dit is nog een beetje de oude versie. En vanavond, hij hangt nog boven. En dan heb ik tijdens onze eigen set de nieuwe... Dat meen je niet. Ja, dat meen ik echt. Een nieuw pakje. Zo, joh. Wat vind je er allemaal van vandaag? Ja, ik vind het echt super. Maar dat vind jij waarschijnlijk ook. Ja, ik vind het ook super tof. Wat maakt het nou eigenlijk zo speciaal? Sorry? Wat maakt het zo speciaal? Nou, ik denk dat je het verschil kan zien tussen deze kant en die andere kant. Iedereen gaat daar los aan meezingen. En ik bedoel, dit gebeurt nooit in een silent disco of in een McDonald's. Oké, goeie avond heren, dames en heren, jongens en meisjes. We zijn hier in Breda. DJ Islex hier samen met DJ Sear. We hebben er super veel zin in. Kijk eens naar DJ Draaimakers daar. Woi, yo, woi, yo, woi, yo. Oké. Hey, wij gaan er een lekker feestje van maken. Wat vinden we er tot nu toe van? Ja, het is hier een mooi feestje in Breda hoor, zeker. Hoppakee, Breda, wij komen nog een keer terug. Wat vind je hier nou zo leuk aan? Silent Disco in de Mac. Wat wil je nog meer? Dit is toch uniek? Ja, super tof. Uniek. Super tof. En wat maakt het nou zo speciaal buiten dat het in de McDonald's is? Silent Disco natuurlijk nog steeds, maar... Is er ooit een keer een Silent Disco geweest in de McDonald's? 1 keer. En nu in Breda. En nu is die in Breda. Op zondag 1 september wordt er massaal gezwommen voor de Swim to Fight Cancer actie. Dylan had afgelopen dinsdag in zijn show een interview met Delilah Dance, die een single schreef in het kader van deze actie. En aan de lijn heb ik Delilah. Delilah, jij hebt nogal een hectische week achter de rug. Ja, klopt. Absoluut. Ja, wat kan ik erover zeggen? Het gaat alle kanten op. Ja, want wat heb je de afgelopen week? Hebben jullie natuurlijk de plaat afgemaakt? Ja, klopt. Hoe was voor jou deze afgelopen week? Nou, het was echt een enorm bijzondere ervaring om na de hele periode die we hebben meegemaakt, op deze manier een mooi tintje te kunnen geven, zou ik maar zeggen. Het is heel bijzonder geweest. Ja, maar jij hebt een... Het hele nummer. Ja? Ik wou zeggen, het hele nummer is nou af en dan elke keer als je het luistert lopen de rillingen weer over mijn rug. Ja, ik heb dan het privilege al gehad om het album, het single te luisteren. Ja, ik vind het een prachtig nummer, echt waar, werkelijk waar. En ik ben ook heel blij dat we hem vandaag mogen gaan primeuren bij Breda nu.
Maar je hebt deze single heb je dan gemaakt voor samen met Rise 1000 en Mojomatic. Wat was de reden dat je deze wens in vervulling wilde laten gaan? Ja, na de hele periode, ik ben een hele tijd ziek geweest en op zoek geweest naar wat er precies met me aan de hand was. En ja, na een heleboel onderzoeken en een jaar verder te zijn, heb ik mezelf laten opnemen in het ziekenhuis en kreeg ik dus de diagnose maagkanker. En ze zei eigenlijk, je bent opgegeven en misschien heb je nog een jaar. En na een second opinion in het AMC zijn de kaarten weer open op tafel en bleek het toch allemaal wat anders te liggen als dat ze in eerste instantie dachten. En gaan we voor genezing? Ja, nou, in die hele periode heb ik dus dit nummer geschreven. En met mijn hele hart en mijn gevoelens en mijn emoties eigenlijk gewoon voor mezelf een stukje geschreven. En toen heb ik het opgenomen, gewoon zo via WhatsApp voor mijn moeder een stukje gezongen en dat ook doorgestuurd naar mijn vriendengroep. En iedereen was zo laaiend enthousiast. En ja, zo is het eigenlijk een beetje gaan lopen. Toen zei Sabine, mijn goede vriendin, die zei dus tegen me van ja, hier moet je echt iets mee doen. Misschien ken ik nog wel iemand. En die heeft dus Jurie Geraerts van Rise 1000 eventjes benaderd van hey, luister, dit is, misschien kunnen we hier wel mee. Ja, en die was gelijk heel enthousiast. Dit was het weekoverzicht van deze week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En hoe wij dat in Brabant zeggen, houdoe. Breda Nu. Je weet het meteen.